Daphne Bergman, de huidig waarnemend burgemeester, zal de nieuwe burgemeester worden van Beuningen. De gemeenteraad heeft dinsdagavond tijdens een speciale vergadering haar voorkeur uitgesproken voor Bergman. Sijmen Versluis, raadslid in de gemeente, mocht het nieuws vertellen aan de aanwezige media. Nou, Daphne Bergman is naar de mening van de commissie en de raad heeft dat overgenomen. De beste kandidaat van de 21 sollicitanten. Versluis, voorzitter van de commissie die zocht naar een nieuwe burgemeester, vindt het geen inkopper dat Bergman aangewezen is. Nee, dat is wat mij betreft absoluut geen voor de hand liggende keuze. Ik weet uit ervaringen met sollicitatieprocessen dat interne kandidaten het altijd heel erg moeilijk hebben. Want van interne kandidaten weet je de voordelen, maar ook de nadelen. En het risico bij een selectiecommissie is dan heel vaak dat de nadelen van een interne kandidaat, dat die in de praktijk veel zwaarder worden gewogen dan de nadelen van een blanco kandidaat die van buiten komt. Het proces om een nieuwe burgemeester aan te wijzen begon na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Tijdens de 7 maanden melden zich 21 kandidaten waarvan Bergman het meest geschikt bleek. Zij wordt de burgemeester van Beuningen, als de minister of de koning haar dan benoemt. Omdat wij als vertrouwenscommissie, en nogmaals de raad heeft dat onderstreept, haar gewoon van de 21 de beste kandidaat vonden. Op 11 januari zal de huidige waarnemend burgemeester geïnstalleerd worden, mits het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties instemt met de voorkeurskandidaat. Maar dat wordt gezien als een formaliteit. Thank you.